Van harte welkom, een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel met een zeer bijzondere gast die al jaren en jaren oud is, oftewel Sinterklaas. Sinterklaas, van harte welkom in de studio. Dag Henny. Fijn dat u er bent. Ja. En ik had me er zelf ook zorgen over gemaakt, hè, gezien die coronaperikelen. Komt hij dit jaar wel of komt hij dit jaar niet? Maar goed, Sinterklaas zou Sinterklaas natuurlijk niet zijn als hij er wel gewoon is. Hoe is die reis nou verlopen? Nou, daar moesten we wel even heel creatief voor zijn. Want het is allemaal heel lastig om dit jaar naar Nederland toe te komen. Dus we hadden dit jaar verzonnen om dat maar zo snel mogelijk te doen. Dus we zijn naar Kerstel toegekomen met de Porsche. Met de Porsche? Met een Porsche. En hoe is dat in zijn werk gegaan vanuit Spanje? Nou, ik heb een Piet die over mijn wagenpark gaat. En die heb ik gevraagd van, joh, ik wil zo snel mogelijk naar Nederland toe. We moeten ook door Frankrijk en dat is ook allemaal heel lastig. Dus die kwam met het voorstel, laten we even met de Porsche gaan. Dus daar zat ook een dakraam in. Dus mijn mijter en mijn staf, die staken daar bovenuit. Maar vol gas naar Nederland en dat is allemaal goed gegaan. Nog speciale avonturen meegemaakt? Kan me zo voorstellen dat nogal wat bekijkstrekt natuurlijk. Nou ja, mijn staf is één keer blijven hangen bij een tol doorgang. Dus toen moesten we even terug. Maar ja, voor de rest ging het eigenlijk vanzelf. En de cadeautjes, want dat is natuurlijk belangrijk voor de kinderen. Hoe is dat verlopen? Zijn die hier in Nederland inmiddels al aangekomen of zijn ze nog onderweg? Daar kan ik nog niet te veel van zeggen. Maar ja, je kunt alles wel vanuit Spanje laten komen, maar je kunt natuurlijk ook lokaal inkopen. En dat heb dit jaar wel de voorkeur gehad. Ah, dus u bent wezen shoppen voor de kinderen uit Tiel in Tiel. De kinderen in Kesteren in Kesteren. Op Heusden, in Buren, Zoelen. Moet ik het zo zien? Inderdaad, de ondernemers hebben dit jaar al vrij lastig. Dus we hebben het geprobeerd zo lokaal mogelijk te houden. Nou, dat is een uitermate sympathiek gebaar natuurlijk. Absoluut. Hoe kijkt u er nou tegenaan, tegen dat hele corona-gedoe? Ik bedoel, u maakt het ook al jaren en jaren mee. U bent al over de 500 jaar. Niks nieuws voor u? Ik heb dat in 500 jaar natuurlijk nog nooit meegemaakt. Alleen, ja, dit jaar was alles anders en we hebben het nieuws ook gevolgd vanuit Spanje. En ja, ik moet zeggen, je moest op het laatste moment nog een plan verzinnen. En het was dit jaar best wel ingewikkeld om hier te komen en in ieder geval ook hier te kunnen blijven. Hey, en die plan, Pieter, hoe gaat het daar nou mee? En al sowieso die Pieter, er is allemaal gedoe. Hoe kijk je dan nou als Sinterklaas tegenaan? He, mensen die roepen van alles, Zwarte Piet mag niet meer, het moet een roetveegpiet zijn en een gekleurde Piet en dit en dat. Maar ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om te weten hoe Sinterklaas er zelf over nadenkt. Nou, dat is eigenlijk per gebied heel erg gebonden, hè, welke Pieten dat er uiteindelijk welkom zijn. En ik moet zeggen, hier in Kesteren en in de gemeentes hieromheen worden mijn oude knechten nog altijd zeer gewaardeerd. En dus die voelen zich eigenlijk ontzettend welkom hier. En dat vind ik zelf ook fijn, want dat zijn mijn oudste knechten. En ja, de nieuwe knechten die moeten ook nog even wennen aan hun taak. Dus ik heb graag mijn oude vertrouwde Pieter het liefst bij me. De oude vertrouwde Zwarte Pieter. De Zwarte Pieter. En hoe ziet u nou bijvoorbeeld de regenboogpiet en de bruine Piet en de blauwe Piet? Hebt u daar problemen mee of vindt u dat op zich ook allemaal prima? Nou, ik moet daar zelf nog steeds erg aan wennen. Alleen, maar het heeft natuurlijk alles met de leeftijd te maken, neem ik aan. Hè? Nou ja, Sinterklaas is inderdaad op leeftijd en die heeft even wat tijd nodig om te wennen. En nou, wat ik zeg, ja, voor elk mens is uiteindelijk ook een gewenste Zwarte Piet. Of een Piet. Ik mag niet altijd meer Zwarte Piet zeggen. En nou ja, de regenboogpiet is er. Daar voelen mensen zich eigenlijk fijn bij. Dus ja, dat is zo. Alleen, ik kijk erg naar streken en naar gebieden. En dan moet ik zeggen dat Zwarte Piet is niet overal even welkom meer. Maar ik heb ze nu eenmaal nog steeds. Sinterklaas, u bent natuurlijk een man op leeftijd. Alhoewel, voor uw leeftijd ziet er nog steeds goed uit. Maar hoe gaat het nu met uw eigen staf? U bedoelt de staf die hier op tafel ligt of een andere staf of mijn personeel? Nee, ik bedoel natuurlijk de staf van Sinterklaas, dus het personeel, degene die u helpen. Ja, ja, ja. Nee, niet door elkaar verkeerd zou ik begrijpen. Mm-hmm. Met mijn staf gaat het bijzonder goed. Af en toe moet je daar wel eens achteraan zitten. Hè? Dus die mensen moet je nog wel eens helpen om hun taken goed uit te voeren. Daar bent u zelf voor natuurlijk. Manager, eigenlijk de moderne Sinterklaas is een goede manager. Zo moet inderdaad, zien. Een goede manager. Dus daar moet je altijd goed opletten of alles wel op de juiste manier verloopt.
Maar ik heb er altijd volste vertrouwen in. Nou, dat is goed om te horen. En het heeft natuurlijk wel wat gevergd, hè, dit jaar. Want ik kan me zo voorstellen dat u die intocht, u hebt de landelijke intocht gedaan, maar de intocht in al die plaatsen, ja, die gingen 9 van de 10 keer niet door. Dat moet toch pijn doen? Dat doet pijn. Alleen, ik moet altijd zeggen dat vooral de ondernemers in bepaalde gemeentes altijd ontzettend hun best doen. Ook dit jaar heb ik gemerkt om toch Sinterklaas welkom te laten voelen in de gemeentes. Wat vindt u nou zelf het leukste Sinterklaasliedje? Ik vind zelf altijd een heel mooi liedje en ik hoop dat je die ook voor mij gaat zingen. Mm-hmm. Sinterklaas kapoentje. Nou, dat doen we dan op het eind. Dan zal Sinterklaas vraag je wat. Oh, en dat betekent dat ik daar meteen gehoor aan moet geven. Nou, dat doe ik ook wel. Sinterklaas kapoentje, geef de kat een zoentje. Geef de kat een oplawaai, zodat hij door de schoorsteen waait. Nou, een beetje ondeugend liedje, maar ik doe het erbij. Ja, volgens mij sta ik ook in dat boek van u. Inderdaad, inderdaad. En, mag ik even vragen aan u of er nog hele erge dingen in staan over ik mij? Ik zal heel even kijken. Nou, voor dit jaar staan er wel wat dingen opgeschreven. Moet ik me zorgen maken dat ik mee moet naar Spanje? Zoals het er nu voor staat, ziet er allemaal nog goed uit. Dus als ik me een beetje gedijst hou, zit ik goed. Dan is er voor u geen probleem. Dan moet ik eerlijk vertellen, Sinterklaas, ik zou het helemaal niet vervelend vinden als u me meeneemt naar Spanje, hoor. Het is wel altijd lekker weer. Dat bedoel ik. Ja. Trouwens, ook nog eens een keer van plan om te gaan verhuizen? Nee, Spanje bevalt me erg goed. Ik moet zeggen dat het klimaat daar is erg fijn. En het uitstapje naar Nederland elk jaar is ook heel fijn. Maar ik moet ook zeggen dat ik altijd weer... Ja, heel graag weer terug ben in Spanje. Ja, dus voorlopig nog geen pensioen voor u? Ik denk dat Sinterklaas eigenlijk nooit met pensioen gaat. Nou, dat zijn hartstikke mooie woorden tot slot om dit verhaal af te sluiten. Als mensen u nog ergens willen zien, online hè, met name gebeurt dat. Ik moet zeggen, in Kesteren hebben ze daar een heel mooi initiatief voor genomen. Dat is op de website www.sintmetpit.nl. Mm-hmm. En daar kunt u wat afleveringen zien. Onder andere mijn tocht hier naar Nederland toe staat daarop. Dus in de Porsche met de meiter en met de staf uit het dak. Hoe ik naar Nederland ben gekomen. Straight away. Dus, als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze daar vooral even op kijken. Ja, Sint in Tiel heb je bijvoorbeeld ook .nl. Daar staat ook nog van alles op wat Sinterklaas daar weer doet. Ja, ja, te veel om op te noemen. Sint.nl heb je ook. Alle combinaties eigenlijk met Sint, daar komt die man met die grote mooie hoed. Altijd. En die gooit de bater wel uitkomen rollen. Met de kerst, tot slot. Gaat u weer ook dit jaar weer gezellig doorzakken met de kerstman? Nou, de kerstman en ik die leven altijd een beetje op gespannen voet. En ik moet zeggen, het enige wat wij gemeenschappelijk hebben is onze baard. En voor de rest wil ik met die man eigenlijk helemaal niks te maken hebben. Oké, nou, dan laten we het daar maar even bij. Ik ga u de komende dagen nog veel succes en plezier wensen in Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Tiel aan tafel. Tot zover Tiel aan tafel. En tot volgend jaar. En proost.